Hoppal. Rustig aan, papa. Ja, verstandig van Nico om te blijven wachten. Helemaal omdat hij nog iemand achter zich heeft. Als je alleen bent, dan kan je er misschien nog wel voor, maar als jij... Hey. Maar als je dan nog iemand achter je hebt en jij gaat voor, dan blijft diegene alleen achter. En dan kan die andere geneigd zijn om ook nog mee te gaan, terwijl dat dan gevaarlijk is. Beetje off-roaden. Ik vind dit leuk. Ik wil meer. Ik wil meer. Ik wil meer. Ik wil. Ah, zo lang mogelijk. Man met stok, een dag later. Oh ja. Ik snij lekker de bocht af. Ik vind het heel moeilijk te doen. Ik zie dat er niks aankomt. Maar ik vind het wel knap hoor van Henny. Dat hij ondanks zijn voet zo rijdt. Dat soort dingen. Haha, nu komen zij allemaal in deze bocht uit op de linkerbaan. Oh, Nico net niet. Net niet. Wat ik trouwens ook echt een hele goede tip vond. Voor de allereerste keer dat ik op dit soort stukken ging rijden, zeg maar. Dat je pas mag... dat je met bepaalde snelheid erin moet gaan, dan moet je je gas loslaten. En op het moment dat je het einde van de bocht ziet, dan pas gas geven. Wat je heel erg geneigd bent is, wat ik nu een beetje ga proberen te demonstreren, is om zo de bocht in te sturen, wat gas te geven, dan weer langzamer te gaan en dan weer gas te geven. Zelfs als ik dat niet gedaan had, dan was ik alsnog, denk ik dat ik alsnog niet op tijd naar links had gekund. Nee, meen je niet. Te mooi. Ja, wel hè. Jan rijdt altijd zwaar naar voren. Chagrijnig. Geen zin meer in het leven. Nee. Wat heb je weer van die motorrijders? Zo keken ze wel, ja. Ik dacht even dat bij mijn vader de deur open ging. Maar het was de auto voor hem. De vraag is, gaan we weer links of gaan we nu weer rechtdoor? Zo te zien rechtdoor. Valt mee. Oh, dit hele stuk weg hebben ze gewoon eraf geschraapt. Of komt daar zo meteen nog weer zo'n hobbel? Wow. Ik zag opeens Jan een rare beweging maken. Daar schrok ik vooral van. Ja, maar dat had ik niet eens door. Nee, ik heb hier geen moeite mee. Ik had gedacht dat ik het enger zou vinden. Het is meer als je al die steentjes ziet liggen, dan is het gewoon, ja... Het valt me mee, maar als ik één steentje ziet liggen, dan schrik ik. Of één steentje voel eigenlijk, zoals net. Chaotisch. Nee. Maar dat is ook...
Een beetje raar, want als je richting hier aangeeft, lijkt het alsof je daar naartoe wil. Hé, hey, koetjes. Oh. Zou jij zo meteen die bocht daar durven sturen? Proberen te sturen? Oké, daar gaan we rechtdoor. Weet ik niet. Ik niet in ieder geval. Ik dacht eigenlijk dat het Jan was, maar... Ik deed dit ook gisteren, maar dat hoort dus niet. Er loopt hier nog een lijntje, een beetje een onzichtbaar lijntje, maar... Nog een keer. Nee, afblijven. Dat vind ik eng. Dit was zaterdag, doei. Vandaag ben ik eigenlijk een beetje vergeten te vloggen, of in ieder geval traditioneel te vloggen. Maar de beelden van vandaag ga ik wel gebruiken. Denk ik, maar ik denk dat ik dat in één filmpje flikker. Kje? Flikker. Ik weet niet eens wat ik wil gaan zeggen. Want dat is niet hoe ik wil. Het zal allemaal wel. Nee. Geen idee. Ga ik toch niet gebruiken.